Welkom bij het Nederlands kampioenschap inwielrennen in Breda. Vandaag is hier het Nederlands kampioenschap inwielrennen. Dat gaat om korte afstanden racen, langere afstanden racen. Ook langzaam rijden, slalom rijden. Met 84 deelnemers uit binnenland en buitenland. Wat is de hoogste snelheid die je ooit gehaald hebt? Nou, op deze denk ik iets van 23, 24. En ja, ik heb ook grote wiel, kan ik 30. Dus dat gaat wel. Wat is de moeilijkheid? Dat je je balans moet houden, maar wel zo moet blijven kunnen gaan. Hoe bedoel je met zo? Als je te snel wilt trappen, dan kan je vallen en dan ga je langzaam. Ja, balans is belangrijk. Ja. Die spin die vliegenslug de poging rijdt. Gespannen? Een beetje. De eerste keer dat je meedoet? Nee, de derde keer. Vind je het meer een circus act of echt sport? Nou, eigenlijk ook wel een beetje sport, maar het is ook gewoon gezellig. En Sam K zit er kort op. En dan is het Mabel, dan hebben we Sam K die nog een paar meter moet. Even uitpuffen. Leuke sport, hè? Ja, zeker anders. Want bij circus doe je meer gewoon kunstjes. En hierbij moet je van snel, zeg maar. Ja. En dat is wel lastiger ook. Ja. En een valpartij gebeurt ook, hè? Ja, dat is waar. Wat een finish. Ja, dat is even nogal vermoeiend. Wat zijn de ambities? Nog harder gaan. Ja, dat is het vooral. Veel snelheid maken. Ja, en nieuwe trucjes leren. Veel opgeoefend? Nee, maar ik heb het twee keer eerder gedaan, dus... Oké, voor jou is het appeltje eitje. Ja. Hoe vaak oefen je? Niet heel vaak, 1 of 2 keer of 3 keer per week. Ja. En wat vind je er leuk aan? Het is niet iets dat iedereen kan en het is leuk om er wedstrijden mee te doen. Ja. Vind ik zo. En denk je nooit, ik pak een fiets met 2 wielen? Ja, naar school, maar anders ben je te laat. Ja, het lijkt een niet zo fysieke sport, maar je bent toch met je hele lichaam bezig om het balans te houden. Dus dat betekent toch dat je toch wel redelijk bezig bent. Dus ik vind het erg leuk. Maar waarom geen 2-wieler? Nou ja, met 1 wiel gaat het ook. Ja. Dus waarom niet iedereen op een 1-wieler? Vaak gevallen? Ja, vaak gevallen. Ja. En toch weer doorgaan? En toch weer doorgaan. Gewoon weer opstappen en weer verder gaan. We zijn in Oosterwijk bij het vierde gepimpte caravan weekend, waar vandaag het Pimp Festival plaatsvindt. Het is je eigen smaak geven aan iets. Je doet het eigenlijk meer voor jezelf en niet voor een ander. Maar vandaag mag iedereen even meegenieten. Vandaag mag iedereen meegenieten en iedereen is trots op zijn eigen gepimpte reispaleisje. En die willen dat ook aan iedereen laten zien. Ja, wat een prachtige caravan. Dankjewel, we staan hier graag bij met onze mooie span. En jullie gaan ook op vakantie met de caravan in deze wagen? Ja, we gaan op vakantie, maar wel vaak gecombineerd naar festivals. Dus rockabilly, rock'n'roll festivals en oldtimer, Amerikaanse oldtimer festivals. Dus wij doen niet alleen caravan evenementen, maar ja, eigenlijk van alles wat met ons thema te maken heeft. Meestal trots zijn we op de Disselbak. Daar, die zie je, dat is niet een originele. Die is van gegloeid RVS. Ik zal meteen in vaktermen praten. Maar dat is een eyecatcher en dan kunnen we s'avonds licht aanzetten. En de naam van de caravan, het
die komt dan daar mooi in voor. Daar ben ik zelf heel trots op, vind ik heel gaaf. En ook de zijkanten, randen, helemaal in stijl van de auto. Daar hoort wel bij om een beetje bling bling te maken, zoals het bij de Amerikaanse auto's is. Jullie zijn aan het kijken wat jullie volgend jaar meenemen naar de camping. Misschien wel ja, want het is wel interessant hier. Hè? Ja, en er staan mooie karren bij. Hè? Ja, dat is geweldig. Jullie hebben zelf ook een caravan? We hebben een campertje. En ik ben er één bezig met het maken, dus dat komt allemaal goed. Jullie zijn ook wel van het pimpen? Nou, jawel, ik wel. Ja. Ja, ik vind het geweldig. En u vindt het vooral mooi dat hij het zo mooi vindt? Ja. Ja, inderdaad. Ja, dat moet je wel, hè. Je moet meedoen, hè. Moet meedoen. U dacht, mooi rood is niet lelijk. Nee, dat klopt, ja. Mooie, lekker brandweerkleur. Dus, nee. Ja, een rode kleur vinden we leuk. Dus, ja. Nou, dat was wel meteen lief op eerste gezicht. Nee, dat klopt. En zeker met een karretje erbij. Dus ja, dat vond ik echt wel heel erg mooi. Die hoort er ook bij? Ja, daar slapen de kinderen in. En ja, daar kunnen ze met z'n tweeën in. En wij slapen hier. Dus dat, ja, erg leuk. Dat vinden we, is gewoon leuk. En ja, het moment dat je erin stapt is gewoon vakantie. In Café Bolle bij de finale van Volkszang Junior 2019. En 10 finalisten die gaan vandaag optreden en die willen allemaal een plaatsje op het levenslied verdienen, maar er gaat er eentje door vandaag. Dus dat is het spannende. Vroeger werden de volkszangers in de cafés ontdekt, die stonden op de bar en die begonnen spontaan te zingen, maar tegenwoordig met de regelgeving van alles gaat dat niet. Dus ik heb een hele mooie manier gevonden door een samenwerking met een muziekschool aan te gaan. Dus dan zijn we veilig. De kinderen krijgen muzikale ondersteuning. We begeleiden ze heel erg. Daardoor kunnen we weer opnieuw die volkszanger van vroeger in een nieuw jasje aanbieden. Een beetje vermoeid. Allemaal die handen in de lucht. Ik ben Sam van Veldhoven. Ik doe mee aan Volkszanger Junior, omdat ik toch graag wel op het grote podium van het levenslied wil staan. Maar ik doe ook gewoon mee om meer kinderen te leren kennen die eigenlijk ook het Nederlandse lied zingen. Ik ga vandaag zingen het liedje Blijf bij mij van André Hazes. Blijf bij mij, de hele nacht, vertrouw op mij, ik heb zo lang gewacht. Ik vind het geweldig. Dat is superleuk. Ja, mijn vriendin Carla die heeft dit georganiseerd. En ik ben super trots op haar. En ja, het is gewoon een leuke kans voor de kinderen, toch? Laat me, laat me. Ja, laat me. Laat me, laat me. Ik ben vandaag jury bij Volkszanger Junior 2019. Ik heb vorig jaar gewonnen met Volkszanger Junior. Het is gewoon een gezellige sfeer en je krijgt het publiek mee. Iedereen kent de liedjes, iedereen vindt het leuk. En het is gewoon fijn om te zien dat andere mensen er ook van kunnen genieten. Heel leuk en ik vond het heel goed gaan. En ik dacht eerst, misschien gaat hij wel fout en het ging dus helemaal goed, dus ja, daarom. De kwaliteit was hoog. Ik heb vorig jaar ook in de jury mogen zitten en er waren een hoop dezelfde gezichten. En die zijn in een jaar tijd ontzettend vooruit gegaan. Ik denk dat wij het als jury wel eens waren. Het was eigenlijk gauw beslist. De winnaar is geworden Damien. Thank you.
Evenementen te kust en te keur komend weekend in Brabant, van muzikaal tot sportief. Zoals de 55ste ELE Rally, vrijdag en zaterdag in Son en omgeving. De top van de Nederlandse rallysport krijgt daar 2 dagen lang pittige klassementsproeven voor de wielen. Verder een Historics Rally en een cross-country rally. Een Zydeco City in de Raamsong Sfeer is een 3-daags festival met Cajun en Zydeco muziek, gespeeld door bands uit heel Europa. Opzwepende muziek die is komen overwaaien uit Louisiana. Verder zijn er dansworkshops en zijn er speciale gerechten uit de Cajun keukens. In Den Bosch is van vrijdag tot en met zondag de Betonkano Race, een jaarlijks kano race evenement waar teams van verschillende universiteiten aan meedoen. En ze doen dat met zelf ontworpen en gebouwde kano's. De binnenstad van Tilburg is zaterdag en zondag weer het decor voor het Festival van het Levenslied. Met optredens van onder andere Corrie Konings, René Schuurmans, Marianne Weber en Danny de Munk. En verder muzikale ondersteuning van een 50-koppig klassiek orkest. Denk jij dat jouw evenement ook de moeite waard is voor een bezoek van Zinderend Zuiden? Laat het ons weten via evenementen@omroepbrabant.nl.